Zo. Ik begon vandaag de dag met het refrein wat jullie hebben gehoord. En dat is ook het enige wat ik heb voorbereid. En verder heb ik me laten verrassen door wat er in alle presentaties en deelsessies naar voren is gekomen. En ik heb een soort muzikale samenvatting eigenlijk voor jullie van deze mooie dag. Kunnen jullie hem allemaal goed verstaan trouwens? Hoe staat het met het water? Waar gaat het naartoe? Hoe staat het met het water? Is de kwaliteit nog goed? Hoe staat het met het water? Ik wil weten hoe het gaat. Want er is genoeg te doen in een veranderend klimaat. We zijn zo goed met water in principe. We voeren het snel af, maar laat het eens bezinken. Waterveiligheid is ook altijd kunnen drinken. En wat is er al gemeten? En wat moeten we weten? De temperaturen gaan omhoog, vooral in oceaan en zee. En de zeespiegel stijgt door, samen met de CO2. Het gaat plensen, het gaat hozen, tegelijk wordt het ook droger. Dat geeft kans op meer belasting. En systemen onder druk, diversiteit en soorten gaan daar weer onder gebukt. Dus we stresstesten de boel, quickscans, analyses, tools. Van overstort tot hemelwater, stadsverdichting liever laten. Wat is het perspectief en hoe werk je preventief? Hoe staat het met het water? Waar gaat het naartoe? Hoe staat het met het water? Is de kwaliteit nog goed? Hoe staat het met het water? Ik wil weten hoe het gaat. Want er is genoeg te doen in een veranderend klimaat. De lucht is warm en het regent dat het giet. Algen in het water, maar hoe meet je wat je ziet? Macrofauna, nutriënten, dat staat er op het spel. Minder zuurstof in het blauw is wat het waterleven. Discipline is rond de tafel om samen op te trekken. Met tools uit de laptop en met tools uit de gesprekken. Kan het simpel, kan het praktisch? En wat zijn de slimste acties zonder al te veel abstracties? Op dit plaatje stinkt de sloot en dat zien we allemaal. Op de vierde is hij schoon, een voorbeeld van dezelfde taal. Een afbeelding kan helpen met het stellen van de doelen. Niet verdrinken in de woorden, maar de resultaten voelen. En weten wie er wat kan doen en wat werkt het best. Bij afvoer of voor opslag en het risico dat rest. Hoe staat het met de vissen? En wat is de prognose? Hoe staat het met het water? En hoe stel je diagnose? Hoe staat het met de planten? Hoe stel je paal en perk? Hoe gaat het met het water? Met wie ga je aan het werk? We kijken voor en achteruit en we bundelen de data. Bekijk de toekomst integraal in de belangen en de taal. Per maatregel de kosten en de baten. Wat we gaan doen en laten is locatiespecifiek. We moeten samen door de deur, alle buizen dezelfde kleur. Oh nee. Alle hemelwaterrioolbuizen dezelfde kleur. En wat doen we met het maaiveld als de filters niet goed werken? Meer opleiden, meer delen om de kennis te versterken. En moet het handboek van toen misschien eens worden herzien? Deel de slechte voorbeelden ook maar naast de goede, om elkaar te behoeden. Kerngroepen aan de slag. We werken verder. Volle kracht. Vooruit.